Ja, dankjewel Joke. Goeie ja, middag bijna. Mijn naam is Thijs Rotsaert, ik ben dokterassistent, dus postdoc-onderzoeker aan de vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent. En dus ook een van de coaches binnen dit netwerk, eigenlijk voor de scholen in Oost-Vlaanderen. De vraag die mij gesteld hebt vandaag is om toch ook ergens een didactisch kader nog mee te geven naar aanloop van het vervolg van dit project. Omdat we eigenlijk, wat ik eigenlijk wil bereiken met jullie, is ook die didactische reflex die we steeds moeten hebben bij het overwegen van het implementeren van VR in onze klassen. Dat toch wel een cruciaal punt is. En je hoort het al een beetje aan mijn vraag die ik daar stelde deze morgen al aan de bouwput-mannen. Van oké. De technologie, wat is nu het volgende punt om die inbedding echt te doen? En ik denk dat we eigenlijk, en dat was eigenlijk wel mooi, doorheen mooi hebben zien evolueren. En we zagen bij Vivista die echt heel, ja, het was ook een opdracht, hè, dus het is zeker geen kritiek, die eigenlijk bezig zijn met de technische ontwikkeling van zo'n VR-omgeving, waarbij dat uiteraard die didactische inbedding de volgende stap zal zijn. We zagen dan bij Pieter in Torhout, die heel duidelijk al die ervaring heeft en die daar aangaf, en die dus ook wel gestart is van de technische mogelijkheden, maar daar aangaf van oké, verken dit zeker, wij verkennen dit als een aanvulling op reguliere lessen, of wij verkennen dit als een CLIL-component. Dat zijn keuzes die daar gemaakt worden. Bij Lars werd het ook, ging het, daar was er eigenlijk een zeer commerciële insteek van het gebruik maken van leeromgeving die BMW aanbiedt. Dat hij zegt van ja, dat past eigenlijk wel mooi binnen mijn lessen ook, dus die doen dat ook. Maar daar had ik dan meteen ook de vraag van bijvoorbeeld die ISTA-handleidingen die verwerkt zitten in die leeromgeving, matcht dat ook met de manier waarop dat je het inbed in jouw huidige lessen. En wat daar je ook aangaf van ja, het is belangrijk dat daar ook een teacher dashboard aanwezig is waarbij je en de vooruitgang van jouw studenten mooi kan gaan zien. En ik denk dat Laurens dan eigenlijk afsloot met het zeer expliciet maken van oké, hoe wij VR hebben ingebed, heeft eigenlijk mooi de historiek geschetst van het binnenbrengen van onderwijstechnologie binnen anatomieonderwijs. Waarbij hij eigenlijk ook zeer nuchter bracht van ja, uiteindelijk gaat het maar om 20 minuutjes een workshop-ervaring VR geven als toevoeging eigenlijk aan het andere didactisch kader, aan de andere krachtige leeromgeving die we eigenlijk al ontwikkeld hebben. En ik denk dat dat ook het kernbegrip is dat we willen doen met jullie, is het creëren van een krachtige leeromgeving met het gebruik maken van die VR. Ik vraag even het beheer. Ja, dat lukt. Dus wat ik daar nog zeker wou bij aangeven, is dat er heel veel mensen zijn gestart met ja, ik heb geen technische achtergrond. En ik dacht, ja, gelukkig maar. Hè. En gelukkig hebben jullie allemaal een didactische achtergrond. En is het de technologie die wij gaan toevoegen aan onze leeromgeving. En dat lijkt mij wel goed, want dat is eigenlijk ook hoe dat we het vanuit onderwijstechnologisch onderzoek telkens benaderen. Hè. Die technologie die we binnenbrengen, gaat onze leeromgeving die we al hebben, gaat daar iets doen. Hè. Gaat dat mediëren. Dat is eigenlijk hoe dat we het zeggen. Gaat dat gaan beïnvloeden, gaat dat een laagje aan toevoegen of net iets anders wegnemen, gaat daar iets bemiddelen. En het is die bemiddelingsoefening die we ook met jullie gaan doormaken in het ontwerpproces van jullie implementatie van VR. Maar heel belangrijk voor ons is dat de basisaanname is dat jullie, wij als leerkrachten, als onderzoekers, als ontwerpers van die leeromgevingen, wel die eigenaar moeten blijven van die leeromgeving. Ja, dat lijkt zeer logisch en vanzelfsprekend. Hè. Natuurlijk, hè, wij maken die beslissingen, maar onderschat dat niet wat het binnenbrengen van bestaande technologie, zeker als dat gemaakt is door externe ontwikkelaars, eigenlijk wel kan gaan bepalen welke uitingsvorm of welke mogelijkheden je nog hebt als leerkracht om die leeromgeving te gaan vormgeven. Random voorbeeldje, als je een standaard random selectie hebt van groepen in zo'n learning management systeem, en stel dat we in de Smart School niet die keuze zouden kunnen maken voor random groepen of dat jullie daar niet in staat zijn om zelf groepen te maken, ja, dat heeft een enorme impact op de groepsdynamiek
die kan voortkomen uit die keuzes. Als we het daar overlaten aan de technologie, ja, dan zijn we misschien niet zo goed bezig. Hè. Dus we moeten daar heel van bewust zijn van als we zoiets binnenbrengen, van welke mogelijkheden heeft, maar vooral ook welke beperkingen legt het ons op. En zijn we bereid daarmee om te gaan of willen we die net omzeilen? En als we die gaan omzeilen, moeten we dan misschien nog andere dingen toevoegen. Dus dat is iets dat we zeker in het achterhoofd moeten houden. Ja, en dan ja, brengen we dan VR binnen, dan brengt dat wel heel wat teweeg. Hè. Het sterke van VR is dat het die technological affordances geeft. Hè. Dus de technologische mogelijkheden die het biedt, is dat je inderdaad studenten in een wereld kan onderbrengen waarin ze helemaal ondergedompeld worden. En daar zijn we uiteraard aan te denken, maar wel allemaal van overtuigd dat dat een zeer rijke leeromgeving kan geven. Je er ook kan voor zorgen dat je de aanwezigheid van andere personen in die ruimte aan de lijve kan gaan ondervinden. En die aan de lijve ondervinden, dat is voor ons eigenlijk wel de educatieve meerwaarde die we daar zien. Een heel mooi voorbeeld was daar het anatomieonderwijs. Als je daar, dat maakt het embodiment gegeven wel zeer concreet. Het is als echt kan gaan manipuleren in een lichaam en die elementen uiteen kan gaan trekken, dan zorgt dat voor een heel mooie, ja, een heel mooie leerbeleving. De educational affordances die men stelt is die empathy. Hè. Er werd daarnet kort het voorbeeld van autisme en dementia aangehaald. En dat is ook wel echt een leerbeleving die we kunnen gaan creëren met VR. Die in het verleden eigenlijk ondenkbaar was of in elk geval niet op zo'n immersieve wijze kon. Dus dat is wat we doen. Hè. Bijvoorbeeld wat Karel met zijn VR Care app toelaat, is die echt gevaarlijke situaties aan de lijve ondervinden, maar in een veilige leeromgeving. We hebben nog de spanningscabines en dergelijke meer hebben we ook gezien. Dat is allemaal goed, hè, maar ook Lars haalde het aan. We moeten wel nog gaan kijken van is er daar door die beleving te doen ook wel echt nog dat leerrendement. Hè? Dus we moeten wel ook bewaken dat we op een bepaald moment ook wel in kaart gaan brengen of dat leerrendement gecreëerd wordt. Hoe gaan wij dat? Is gaan kijken van ja, is er ook nog een transfereffect als de leerlingen dan de echte verkeerstoets gaan doen? De mensen die dat hebben ervaren, scoren die effectief hoger of niet? Om in die zin ook wel een beetje een onderzoekende houding in het achterhoofd te houden bij het nadenken over het design die jullie zullen ondernemen. Als je kijkt binnen de theorieën, zien we dus, ik heb gesteld, die technologie is echt de mediator, die staat tussen jij als leerkracht en de leerlingen. Maar heel belangrijk daarbij, en dat is eigenlijk de grootste focus die ik met jullie wil gaan benadrukken vandaag, is dat het wel moet matchen met jullie visie op leren en instructie. Hè. Bijvoorbeeld als jullie... multiplayer mode in de VR-omgevingen bijvoorbeeld nog heel beperkt is. En dat een VR-beleving een heel individuele beleving kan zijn. En dat kan zijn dat je een heel grote pedagogische uitdaging hebt om die samenwerkingscomponent er toch nog in te steken. Zal het zijn dat je buiten de VR-omgeving nog andere zaken zal moeten doen, dat je daar nog opdrachten zal moeten creëren om die match te kunnen maken met jouw visie op leren en instructie, wat jij vindt dat goed onderwijs is. Dus daar zijn toch wel wat uitdagingen te doen. En een centraal kader die we daar voor geven zijn eigenlijk... PIP-model is eigenlijk een integratiemodel die ons helpt om na te denken hoe die technologie aan jouw krachtige leer. Ja, de integratiemodellen die zijn er gekomen eigenlijk vanuit de vaststelling dat er, ja, zoals jullie wel weten, VR is nu nog iets nieuw. Het is niet meer zo nieuw, maar is iets dat wordt toegevoegd aan het hele reeksje van ICT-middelen die we al hebben. 20, 30 jaar. En dat we toch mooi ingebed is in uw klascontext, maar ook in uw schoolcontext. We hebben het daar al gehad over het financiële plaatje, maar ook daar de visie die een school heeft om daarop in te zetten. Is toch wel een cruciale factor daarin.
En daarom zijn die modellen ontwikkeld. En die helpen echt wel om de drie soorten kennis die je als om zo'n VR-implementatie nuttig zinvol te kunnen gaan doen, in kaart te brengen. Ik ga dat even overlopen met jullie. Je hebt eigenlijk drie soorten kennis. Je hebt eerst die content knowledge. Die content knowledge, dat is jullie die als vakexpert domeinexpertise hebben. Dus we hebben het daarnet gehad. Wie was het nu weer? Laurens, die anatomie docent is, die domeinexpertise heeft en ook weet hoe je en ook pedagogische vaardigheden heeft. Als je die twee combineert in jouw inhoudskennis, en dan kom je eigenlijk op de vakdidactiek. Vakdidactische kennis, hoe zet ik anatomieonderwijs op de beste manier in? En het is pas eigenlijk in derde instantie dat ook technologische kennis op de proppen komt om na te denken om zo'n krachtige leeromgeving te gaan creëren. Lorenz al aangaf, vroeger had je hebt ook de smartphone apps en de smartphone app is een gratis applicatie rond anatomie van nemen. Maar hij heeft verkenning gedaan van de VR. Dus die we gaan samenbrengen om te komen tot een echte technologie. En hoe we het voor onze masterstudenten onderwijskunde eigenlijk telkens aanbrengen, is dat je moet van uitgaan dat jullie al momenteel deze t-shirt aan hebben. Een t-shirt van domeinexpert gecombineerd met didactisch expert. Jullie weten hoe jullie onderwijs moeten vormgeven. Het verkenningsproces dat we met jullie willen overlopen, is dat we die technologiecomponent nu echt iets gaan toevoegen, maar op een totaal van een ongelooflijk lelijke t-shirt, maar we hopen dat we op het einde van dit project allemaal zo'n t-shirt kunnen doen. Er is blijkbaar storing op het geluid. Bij mij loopt het hier vlot. Dat we die kunnen terugblikken. De leraar elektromechanica heeft kennis over onder andere de technische ontwerpprincipes, driefase, asynchroniewisseling en zo meer. Dus dat is kennis die hij in zijn vooropleiding, bijvoorbeeld ingenieurswetenschappen, opdeed. Deze situatie gaat eigenlijk louter over die blauwe cirkel van daarnet. Dus louter die vakinhoudelijke kennis. Dit zegt niets over, hoe gaan we aan de slag met die driefasige asynchrone motors, hoe gaan we daar onderwijs rond vormgeven of hoe gaan we daar technologie rond gaan inzetten. Het was eigenlijk een opwarmertje in die zin. De tweede situatie was, leerkracht wiskunde bestaat een stuk over de integrale moeilijker is dan het hoofdstuk over afgeleide. En daarom kies je ervoor om die directe instructie frequent af te wisselen met herhalingsmomenten. Daar zie je duidelijk een combinatie van twee soorten kennis. Je hebt leerkracht wiskunde die domeinexpertise moet hebben over integralen en over afgeleiden. En daar ook dan inzicht moet hebben van hoe ga ik dat brengen? Dat kan via directe instructie en dat kan via herhalingsmomenten. Dus dat is die pedagogische component. En als je die twee samenbrengt, dan ben je eigenlijk aan vakdidactiek aan het doen. En dat is dan die pedagogical content knowledge. Dus je zit nog altijd op het snijpunt van die blauwe en gele van net. Opnieuw, technologie komt hier nog niet op de proppen. Als je dan gewoon kijkt naar een expert in de chemie, die de app Chemist kent, of zoals iemand anders daarnet anatomie-app zei, die dat gaat gebruiken om allerlei chemische proefjes uit te proberen en eigenlijk stelt van daardoor heb ik niet meer zo dat echt labo nodig. Daar zit je op het snijpunt van de technische component, die roze cirkel, met die blauwe cirkel, die content cirkel. Maar eigenlijk wordt er hier nog niet gezegd over hoe gaan we die didactische inbedding dan doen binnen het chemieonderwijs en hoe kunnen we die app in welke fase van een lessenreeks gaan inzetten. Dus daar heb je nog niet die integratie. Die integratie heb je wel in die laatste situatie. Daar heb je een leraar godsdienst die domein en expertise dient te hebben over doodstraf en wat het beleid daar rond is, welke standpunten daar worden ingenomen.
bijvoorbeeld verschillende zijn leerlingen, dus dat is het dan het pedagogische luik, daar vaak prefereren om anoniem argumenten over te geven, die dus weet van oké, ik ga mijn klasdiscussie daarmate vormgeven dat er eerst een anoniem fase is. En eigenlijk pas in derde instantie komt dan het technologische luik daaraan toegevoegd is van ja oké, hoe kan ik dan anonimiteit gaan creëren in mijn klasomgeving? Daarvoor ga ik onderwijstechnologie gaan aanwenden en daar bijvoorbeeld is er de app Padlet. En het is eigenlijk die redeneringen die je ook kan doorlopen bij het nadenken over ja, VR een plaats geven in een didactische situatie in jullie leeromgeving. Dus dat was eigenlijk een kort oefeningetje om die integratiebeweging te illustreren. Zijn daar vragen over? Ik hoop dat je toch een deel hebt kunnen verstaan. Mijn excuses daarvoor. Dus, ja, type kader eigenlijk als een houvast. Ik heb ze nog even op de slides uitgeschreven ook, als een houvast om die denkoefening eigenlijk met jullie team te gaan doen, over van oké, zijn we eigenlijk wel die lelijke t-shirt aan het creëren. Dat was eigenlijk een beetje mijn kernboodschap van vandaag, waarbij dat ja, zeer recent ook dat model eigenlijk is uitgebreid geweest met space-related considerations. Hè. Dus die ruimte-gerelateerde overwegingen, die, ja, waar dat er eigenlijk gesteld wordt van ja, de ruimte, en dat is zeker van toepassing binnen VR-implementaties, die fungeert eigenlijk nog als een tweede leraar. Hè. En zeker bij VR moeten we gaan kijken van ja, maar heeft die leraar nog een plaats? Hè? Dat werd in de presentaties deze morgen hebben eigenlijk heel weinig van jullie expliciet gezegd van ja, wat is de resterende rol van de leerkracht nog? Hè? Bij sommigen leek het echt een individuele leerbeleving waar het minder expliciet werd gemaakt wanneer jullie als leerkracht nog zullen tussenkomen. Maar dus toch niet te onderschatten dat die ruimte ja, ook wel een grote impact heeft op dat leerproces. En ja, in de COVID-periode is dat meer en meer nog naar boven gekomen, waarbij we perfect weten dat sommige leerlingen dit helemaal niet, helemaal thuis, geen rustige ruimte hadden om te werken. Maar hier in het VR-verhaal komt die component nog meer expliciet aan bod en dienen we die toch ook expliciet in ons denkproces mee te nemen.